Thematisch beleggen wordt steeds populairder. Afgelopen jaar is het belegde vermogen in deze thematische fondsen met meer dan 75% toegenomen. Maar wat is thematisch beleggen nu precies? Hoe werkt het en waarom is het zo populair? Dat gaan we bekijken in deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl waar we werken aan een toekomst met meer vermogen en meer vrijheid. Eén manier om dat te bereiken, dat is beleggen en een vorm van beleggen, dat is thematisch beleggen. Maar wat is thematisch beleggen nu precies? Want je hebt verschillende vormen van beleggen. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar een bepaalde regio zoals Amerika of juist naar China of Europa bijvoorbeeld. Je kunt ook een bepaalde beleggingsstijl aanhouden waarbij je juist gaat kijken naar groeiaandelen of naar dividendaandelen. Of je houdt een bepaalde sector bijvoorbeeld in de gaten. Maar met thematisch beleggen, zoals de naam al zegt, ga je beleggen rondom een bepaald thema. Heel erg populaire thema's op dit moment zijn bijvoorbeeld waterstof, blockchain, robotica, e-sports. En met thematisch beleg is het zo dat je niet in een bepaalde sector zit. Je zit in een onderwerp en dat onderwerp of een technologie... die kan juist ja, eigenlijk verschillende sectoren aanspreken. Dat je op die manier toch meteen in verschillende sectoren belegd bent... Maar waarom zou je dan gaan beleggen in thema's of thematisch gaan beleggen? Nou, dat is omdat er verschillende ja, voordelen of juist interessante punten aan zitten aan thematisch beleggen. En dat verklaart natuurlijk ook waarom thematisch beleggen dus zo uh, populair is geworden de laatste tijd. En de eerste, het eerste voordeel daarvan is wat ze noemen uh, een verbeterde alpha. Dat wil eigenlijk zeggen dat het een sector is, of misschien een technologie of een onderwerp, wat juist heel erg populair gaat worden. Het ziet er naar uit dat het in de toekomst um, ja, grote groei mee gaat maken. Dat wil ook zeggen dat je dus alfa kunt behalen. Oftewel dat uh, de rendementen van deze bedrijven, van deze aandelen hoger zijn of beter presteren dan het gemiddelde van de beurs of een bepaalde benchmark. En dat komt natuurlijk ook omdat deze technologie, dit onderwerp zich gaat ontwikkelen en daardoor de komende tijd waarschijnlijk ook meer geld richting dit soort aandelen gaat. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan waterstofbedrijven. Nu is dat nog in een beginfase, al zijn ze al enkele jaren bezig. Het is nog niet echt toegepast op grote schaal, dus alleen mensen met wat meer risico, die bereid zijn meer risico te nemen, investeren daar nu in. De komende tijd zal dan dit. Product, de waterstof, de technologie doorontwikkeld worden. Waarna meer grote partijen hebben gezien dat het risico afneemt in dit soort technologieën. En juist daarom willen instappen, waardoor meer geld zal gaan volgen. En dus eigenlijk daardoor juist meer vraag komt naar een aandeel. En daar misschien ook wel juist de prijs door gaat stijgen. Een ander voordeel van thematisch beleggen is eigenlijk wat je altijd ziet bij ETF's, is dat het gespreid beleggen is. Dus je gaat niet langer bedrijf kiezen laten we wederom bijvoorbeeld uh, plug power kiezen wat betreft waterstof dan ga je niet op één bedrijf je geld inzetten want het is nog echt een ja, in ontwikkeling het duurt nog misschien wel vijf of tien jaar voordat deze producten op grote schaal worden toegepast en je weet niet of plug power dan het bedrijf zal zijn dat uiteindelijk een koppositie neemt in deze sector of dat misschien een concurrent een betere techniek heeft, beter kan doorontwikkelen. Dus door middel van thematisch beleggen, beleg je eigenlijk in een ETF. Ga je spreiden over misschien 25 of 50 bedrijven, maar wel allemaal rondom dit onderwerp, rondom dit thema. Waardoor je eigenlijk wel belegd bent in het gehele thema, omdat je eigenlijk nog niet weet welk bedrijf precies de koploper gaat zijn in de toekomst. En een derde groot voordeel is dat er steeds meer aanbod komt. Je ziet dat de populariteit toeneemt en daardoor gaan ook aanbieders meer producten maken om hierop in te spelen. Dus je hebt als uh, gebruiker, zijnde als belegger, zijnde eigenlijk ook steeds meer keuze uit thematische ETF's, thematisch beleggen wat echt past bij waar jouw interesse of waar jouw uh, geloof ligt in de toekomst. Dat zagen we trouwens ook goed in de laatste update van de kernselectie van de Giro. Een lijst van 200 ETF's die je maandelijks kosteloos kunt kopen of verkopen als je aan een paar voorwaarden voldoet. Bij die laatste update zag je juist dat er heel veel uh, nieuwe populaire thema's in zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld dus uh, waterstof of misschien groene energie, robotica. Uh, Cybersecurity, maar ook bijvoorbeeld e sports En dat is dan degene die ik in dit, uh, deze video eigenlijk als voorbeeld wil gaan nemen. Dat is een ETF van Van Eck. En ik vind sowieso dat Van Eck hier vaak goed op inspeelt. Met veel leuke ETF's. En aangezien ik deze ETF zelf ook heb, wil ik deze dus even als voorbeeld nemen. En deze ETF zit zoals gezegd, dus ook in de kernselectie van de Giro. De Giro is de broker die ik gebruik. Voor mijn aankoop, voor mijn aandelen, wil je een account openen bij de Giro? Maak dan gebruik van de link onder de video om dat gratis te doen. En op die manier help je ook het kanaal. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. Maar kijken we dus naar deze ETF van, van ECK. En je ziet zoals je het heeft het tickersymbool Espo van Esports. Oftewel de Van Eck Vectors Video Gaming Esports e ETF. Um, je ziet dat eigenlijk in de naam al terugkomen, dit is niet per se een bepaalde sector, maar die gaat rondom een bepaald thema, dat is de e-sports en daar zijn eigenlijk verschillende sectoren bij betrokken. Dat zien we ook uh, vooral in de fondsomschrijving. Je ziet dat deze ETF belegt in wereldwijd dus, in bedrijven die zijn betrokken bij de ontwikkeling en productie van videogames, e-sports en daaraan gerelateerde hard- en software. Dus je ziet eigenlijk al meteen verschillende type bedrijven bij elkaar komen en dat maakt dus, ja, wat het een thematische ETF is. Het is niet één, één sector, want dan zou je bijvoorbeeld in de hardware of in de software zitten. Of bijvoorbeeld juist in de videogames. Maar hier combineer je eigenlijk je bepaalde sectoren bij elkaar rondom het centrale thema van e-sports. En bij Van Eck is het zo dat ze dan voor bedrijven kiezen die zeg maar aan pure play voldoen. Dat ze, ze, omschrijven hun als uh, bedrijven die tenminste 50% van hun omzet halen. Uit bijvoorbeeld videogame of e-sports. En even altijd belangrijk bij. Elke ETF bijvoorbeeld altijd even te gaan kijken naar hoe groot is het fonds, waar is het gevestigd? Wat is de indexdingen? En vooral wat zijn de lopende kosten. Die is in dit geval 0,55%. Maar waar ik even wil gaan kijken, dat is um, naar de analyses. Dan kun je hier kijken wat voor bedrijven het zijn. Dus altijd zijn het grote bedrijven, zijn het kleine bedrijven, waar zijn ze gevestigd. Je ziet hier al meteen dat je spreiding hebt wereldwijd. Dus je kiest niet bijvoorbeeld voor alleen Amerika of alleen Azië, maar zijn eigenlijk overal zijn deze bedrijven wel gevestigd. En ook direct in verschillende sectoren zoals we hier zien. Drie kwart zitten in communicatiediensten, 20% zit in informatie, uh, informatietechnologie. Maar wat we vooral kunnen gaan doen is naar de posities kijken. En dan zie je eigenlijk deze bedrijven uh, die dus in verschillende sectoren zitten ook terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan Nvidia die de grafische kaarten maakt. Tencent die juist heel veel bezig is met het ontwikkelen van games. Uh, we zien Activision Blizzard, ook een gameontwikkelaar. Nintendo, Take Two. Um, zo zie je dus eigenlijk electronic arts heel vaak wel gameontwikkelaars. Maar tegelijkertijd ook juist andere bedrijven die juist bijvoorbeeld de hardware doen of andere dingen rondom, ja, rondom dit uh, thema dus in dit geval. Want je kunt je wel voorstellen dat iemand die dus bezig is met e-sports, denk bijvoorbeeld niet alleen uh, een spel heeft wat hij speelt. Nou, laten we even noemen FIFA bijvoorbeeld. Dan hou je te maken hebben met electronic arts. Maar hij zal ook een computer bouwen die misschien wel gemaakt is op gaming. Dus dan heb je te maken met Nvidia voor de grafische kaart. AMD misschien voor een processor. Uh, misschien gaat hij juist nog wel uh, randapparatuur kopen. Een speciaal toetsenbord, speciale muis, een webcam, een lamp om het te streamen bijvoorbeeld. Dus je ziet dat eigenlijk rondom e-sports dus heel veel verschillende bedrijven en sectoren bij elkaar komen. En dat klinkt allemaal heel erg positief, maar er zijn natuurlijk ook risico's aan verbonden bij thematisch beleggen. Zoals bij elke vorm van beleggen altijd een bepaald risico aanwezig is. En het eerste risico zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je eigenlijk wel een spreiding hebt, maar dat deze spreiding relatief klein is. Want je hebt het in ieder geval wel over... Uh Zoals we zien hier, misschien 25 of 50 bedrijven. Dus je bent niet in één enkel aandeel geïnvesteerd. Dus er is wel spreiding. Maar dit is niet heel erg veel. Zeker ten opzichte van een breed gespreide ETF, die vaak toch al 2000 of 3000 bedrijven ooit wel kan hebben. Is 25 tot 50 misschien helemaal niet zoveel. En al deze bedrijven zijn vaak ook nog eens relatief uh, met elkaar verbonden rondom hetzelfde thema. Dus stel de. Gaming-industrie zakt in, dan worden niet alleen ontwikkelaar van games daarmee getroffen, maar ook juist degene die computers maken of computeronderdelen maken. Dus uh, het is wel gespreid, maar als een bepaalde sector getroffen wordt, heb je natuurlijk best wel last van als je in deze ETF zit. Een tweede nadeel of een risico is zijn de hoge waarderingen, want dit zijn bedrijven waar vaak gekeken wordt naar de toekomst. Het thema is vaak iets waar de komende tijd aan wordt gewerkt, wat zich nog moet ontwikkelen. Dat maakt het ook vaak zo interessant voor heel veel mensen omdat het de toekomst is. Maar tegelijkertijd betekent dat dat het zich nog zoals gezegd moet ontwikkelen. En dat winsten dus vaak nu nog niet bestaan. Nu nog vaak verlies wordt geleden. En de winst dus pas echt in de toekomst ligt. Terwijl mensen daar nu al wel in geloven. En je hebt dus eigenlijk een hoge waardering betaald voor ieder aandeel. Maar denk er ook aan dat je in een thematische ETF belegt. Omdat je spreiding wilt. Maar dat betekent ook dat naarmate deze ETF of deze, de, dit thema zich ontwikkelt. Niet iedereen een winnaar kan zijn, dus je zult tegelijkertijd misschien ook in achterlopers of verliezers gaan investeren. Misschien gaan bedrijven wel failliet terwijl ze ergens mee bezig zijn omdat ze het geld op bijvoorbeeld. Je kiest dus eigenlijk voor een ETF voor spreiding omdat je niet weet welk bedrijf gaat winnen in de toekomst, wie koploper zal zijn. Misschien van de 25 bedrijven zijn uiteindelijk drie bedrijven die over 10 jaar de markt domineren. Maar tegelijkertijd ben je dan wel ook in 22 andere bedrijven geïnvesteerd. Dus je bent wel geïnvesteerd in het goede thema. Maar je hebt niet alleen maar winnaars te pakken. Je hebt daardoor juist door die spreiding ook te maken dat je ja, belegd bent in bedrijven die niet zo optimaal uh, ja, presteren of niet meegaan met de hele hele sector in dit geval. En ook zeker een risico of een nadeel is de emotie. Wanneer je met thematisch beleggen uh, bezig bent, dan zijn dat vaak onderwerpen, zoals gezegd, richting de toekomst. Dat, uh, ja, het moet zich nog bewijzen. Daardoor krijg je wel dat er ooit een hype kan ontstaan, omdat in één keer iets heel populair wordt. Kijk bijvoorbeeld naar waterstof afgelopen jaar. Het is dus eigenlijk juist iets gericht voor mensen die lange termijn willen denken... Maar juist op korte termijn kan emotie een rol spelen. Zul je zien dat waarderingen heel erg hoog zijn. Of juist koersen heel erg kunnen dalen, kunnen inzakken. En het is heel belangrijk dat je dus daar van tevoren al over nadenkt. Dat je eigenlijk je richt op iets voor de lange termijn. Maar dat je op korte termijn kunt maken, te maken kunt krijgen met hevige schommelingen. Misschien zelfs wel een verlies. En dan moet je dus op ingesteld zijn dat je niet eigenlijk instapt. En over zes maanden gaat het in één keer een stuk minder rondom dit thema maar dat je weet waarom je het doet, dat je dat goed onderzocht hebt wat de potentie is, en dat je dus ook het geduld hebt en daardoor je emotie onder controle kunt krijgen om op dat moment ingestapt te blijven zitten, niet je verlies te hoeven nemen, omdat je weet dat het iets is, een belegging is over de lange termijn. En zoals gezegd ben ik dus zelf al geïnvesteerd in bijvoorbeeld Espo, de esports ETF. Ik vind het wel interessant omdat ja, het is wel iets wat ik leuk vind, waar ik ja, meteen verschillende sectoren in geïnvesteerd ben. En ik was dus laatst op de beleggersfeer bij Van Eck... waar dit ter sprake kwam, het onderwerp thematisch beleggen. En toen dacht ik, uh, er zijn eigenlijk best wel eens inderdaad steeds meer producten... die hierop aansluiten. Mijn interesse ligt daar ook om te kijken... wat denk ik van de toekomst en kan ik daarin investeren? En juist door dit soort type producten maakt het eigenlijk heel toegankelijk... om daar juist toch ja, je investeringen te doen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je dan niet al je geld investeert, maar dat je juist eerst zorgt voor een, een goede basis. Dat je bijvoorbeeld het meeste van je vermogen investeert in een breed gespreide ETF of heel stabiele aandelen. En dat je juist dit soort thema's eigenlijk er rondomheen doet. Dat je misschien 1 tot 3 procent van je belegde vermogen in een bepaald thema investeert, omdat het natuurlijk, het heeft eventueel potentie in de toekomst. Het heeft ook heel veel risico, heel veel onzekerheid. Dus het is belangrijk dat je niet een te grote positie inneemt. Maar dat is mijn mening, dat is mijn visie. Hoe ik hier tegenaan kijk. Ik ben ook zeker benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt tegen het onderwerp thematisch beleggen. Laat dat vooral weten in de reactie onder deze video. Ook als je eventueel nog een leuke ETF tegen bent gekomen rondom een thema. Deel hem zeker in de reacties. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Hopelijk vond je het een leuke, interessante video. Als dat het geval was, geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.